Ja, en een van de redenen waarom de Nederlandse economie maar niet echt uit de recessie komt, nu heel aarzelend, heeft alles te maken met het feit dat de koopkracht jaar in jaar uit door zwakke loonontwikkeling in combinatie met lastenbezwaring door de regering onder druk staat. Andere verklaring is er niet, hoor. We zijn het rijkste land van Europa en de economie groeit het minst. Nou, dat was een financiële crisis. Pieter reageren. De financiële crisis hebben we allemaal gehad, maar dit verklaart dus niet waarom het rijkste land van de eurozone, Nederland is een van de rijkste landen van de eurozone, de slechtste groeiprestatie heeft, ondanks het feit dat we een heel groot spaaroverschot hebben. Ja, maar de grote financiële sector en de hypotheekrenteaftrek zorgt dat mensen heel veel geld in huizen staken. En als je dan een huizenbubbel hebt, komt die extra hard aan. Oké, andere discussie, meneer, heeft geen huizenbubbel. De prijzen zijn nu te laag en die gaan ook echt weer herstellen. Ja.